Tijdens een spoedvergadering op 11 september 2024 heeft de regering onder leiding van president Santokki belangrijke besluiten genomen. Deze omvatten de rechtspositie van ambtenaren, financiering voor nierdialyse en een niertransplantatiemissie, uitbreiding van rijstproductie met 26 meter lange kanaal en grondconversie voor 400 belanghebbenden. Verder is er een salarisverhoging van 20% vanaf 1 juli 2024 voor ambtenaren en toelagen voor de brandweer- en penitentiaire ambtenaren. Ook werd een eenmalige restitutie van SZF-premies goedgekeurd. De IDB financiert het reisproject en zorgprojecten. Het Korps Politie Suriname meldt dat er een gat is ontstaan op de brug van de Parakreek aan de Martin Luther Kingweg, wat gevaarlijk is voor de weggebruikers. De politie zal ter plekke het verkeer begeleiden en roept weggebruikers op om de snelheid te matigen en extra voorzichtig te zijn bij dit weggedeelte. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport tekende op 11 september 2024 een contract met bouwbedrijf Ramlal NV voor de aanleg van 12 minisport kunstgrasvelden in Marowijne, Sipaliwini en Brokopondo. Dit project, gefinancierd door de Inter-American Development Bank, bevordert sport en welzijn en richt zich vooral op jongeren. De bouwtijd per veld is 12 weken.